En ik ben zo getraumatiseerd dat ik niet meer durfde. Ze blijven zich verbeteren hier. Ik ga geen kleding meer aanvullen, denk ik. Ik heb er echt geen zin in. Ik heb echt geweldige kleren. Die goedkoper zijn dan mijn inkoopprijzen van mijn groothandel. Je huis. Volgens mij wacht je daar niet echt veel op, maar ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er echt zoveel zin in. Heb je zijn kapsel gezien? Het is Ruben's lievelingsshirtje. Maar als ik dan weer niet daar in de winkel mag checken, moet ik het dus weer gaan terugbrengen. Ik heb dit gisteren bij Action gekocht. Maar ik ben vet zenuwachtig of zo. Ik vind het echt super spannend. Mijn moeder die had zich dus geërgerd aan het feit dat ik dus zei: hallo mam. Ik heb een heel leuk pakketje gemaakt voor Jill van. Hoe heet dit? Hoe het programma heet. Maar Jill van Nederland 3. Ik weet niet. Jonge meiden zullen er wel kennen. Superleuke meid. En. Ik vroeg of haar of ze het leuk vond om een armbandje te ontvangen. En toen gaf ze aan wat ze nog meer leuk vond. Dus dit is een superleuk pakketje. Het is heel leuk als je echt van die sieradenkaartjes bestelt. En zo ziet het er gewoon superleuk uit. Twee kettingen, oorbellen en het armbandje. En toen zei ze, ik ga het in de uitzending dragen. Want we hebben deze week een dierenthema. Mega leuk. Dus die ga ik vandaag op de post doen. En dan gaat ze waarschijnlijk deze week al dragen. Dus dat soort dingen zijn wel echt superleuk. Hey jongens, ik was eindelijk weer eens de deur uit. Maar ik was mijn camera vergeten. Maar als je me op Instagram volgt, dan zie je altijd als ik mijn camera niet bij me heb. En ook als ik mijn camera wel bij me heb. Maar dan zet ik het op Insta. Ik was naar de tandarts. En ik was weer naar de... Ik ga mijn klepje wegdraaien zodat ik naar jullie kijk. Ik was weer naar de mondhygiënist geweest. En ik heb dus blootliggende tandhalzen. Sinds ongeveer een maand voor mijn laatste behandeling kreeg ik dat. En dat is echt heel naar. En toen had ik een meisje die echt gewoon water erin ging spuiten. Lucht erin ging spuiten. Gewoon ging krassen eroverheen. En ik ben zo getraumatiseerd dat ik niet meer durfde. Nu had ik gelukkig iemand die wel rekening met mij hield. En zij ziet er ook gewoon goed uit. Dus ik hoef daar niet aan te komen. Dus nu is mijn trauma weer een beetje weg. Want ik was nooit bang voor de tandarts. Dus dat is kort gezegd fijn. En toen ben ik naar mijn nieuwe klas gegaan. Want ik hoef pas volgende week vrijdag. Begint pas weer de vergadering. En die maandag erop begint school weer, zeg maar. En donderdag moet ik ook alvast op mijn werk zijn. Dan heb ik een afspraak. Waarschijnlijk moet ik vanaf woensdag ongeveer er weer zijn. Maar ik heb nu met deze jongen hier mijn klas helemaal neergezet. En op de tafel stoelen neergezet. Want alles staat zeg maar opgestapeld. Laadjes erin gedaan. Een beetje de indeling nagedacht. Ik moet nog wel heel erg veel doen. Maar dat is heel fijn. En een andere collega was er ook. Maar verder heeft nog niemand het gedaan. En vaak ben ik best wel laat. Dus ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. En nu ga ik even mijn make-up meenemen in de auto. Dat ik er iets leuker uitzie. En dan gaan we even naar Sizzling Book. Heel spontaan net. We gaan morgen echt wat leuks doen. We weten misschien niet wat. Maar we hebben heel veel zin om even lekker te eten. Niet te duur, maar even lekker eten. En daar kan je voor 21 euro heel lekker wokken. En ook wat sushi'tjes en zo. Dus dat is heel gezellig. Dus ik ga nu wel mijn camera meenemen. We hebben besloten om voor de vlekken op mijn hoofd. Ja. We hebben besloten om voor 6,50 meer? 7,50 meer? 6. Naar de Lodijk te gaan. Want dat is mega lekker. Daar heb je echt een restaurantgevoel. Dus ik ga even wel wat filmen daar. Dat is echt heel lekker. Hij is dicht. Ik heb net op de site gekeken. Maandag tot en met zondag. Oh, dat is zo'n domper. En nu? Die in Bussum? Welke, ja. Dan wel naar Sizzling. Oké, we zijn toch bij Sizzling Rock. En jongens, ze blijven zich verbeteren hier. Ze hebben nu flames. Ze hebben dit. Sashimi is hier echt hemel. Even bij de zonnehok. Want ik vind het gewoon zonde dat die kleur er zo snel afgaat. 17 minuutjes. En Ruben zit er ook. Wat leuk zijn mijn zonnehok. Dan ga ik even mijn gezicht afhalen. De eerste hier. Jongens, krijgen allemaal jurken retour die moet passen. Ik ga geen kleding meer aanvullen, denk ik. Ik heb er echt geen zin in. Goedemorgen. We gaan naar het strand. Wij zijn nu bij Almere Poort, het strand. Ik ben maar één keer eerder geweest, vond ik heel leuk. Maar Ruben wilde dus nooit in Nederland naar een strand. Of ook niet echt per se gewoon ergens zitten bij een strand, bij een restaurantje. Maar op vakantie vond het heel leuk, dus ik hoop dat we het nu vaker gaan doen. Ik hoef ook helemaal geen strand met hoor. Het is vandaag echt heel erg bewolkt, maar wel warm. En het waait lekker, dus prima. Hey, er is ook geen zand, maar gras. Ja. Dit is gewoon net gras voor plas. Dit is echt ideaal, want het ziet eruit als een strand. Het is ook een strand. Maar het water is zoet. Lekker. Heel de laatste dag. De laatste dag in Frankrijk in de zee was het serieus kouder dan dit. Dus ik zou erin kunnen. Maar ik vind dat zo raar omdat er niemand in zit. Ik heb een Apple Bandit. Voor het eerst maar even ga ik het proeven. Ik wilde dus eigenlijk een Jules. Ik weet nooit wat ik wil. Maar voor het eerst wist ik het. Maar toen verkochten ze dat dus niet meer.
Dat heb ik altijd. Nu heb ik dit. Oh ja, lekker. Lekker, ja. Jongens, als je lang niet in de Primark bent geweest, is het echt geweldig. Ik heb echt geweldige kleren. Dit laat me echt weer inzien. De prijzen hier zijn zeg maar goedkoper dan mijn inkoop bij mijn groothandel. Dat ik echt niet veel kleren in mijn webshop wil doen. Kijk hoe cute. Oh, het is een beetje Japans-achtig. Dit is een Dick Mark masker. Cute. Ik heb een beetje geleerd om me in te houden tegenwoordig. Maar ik zie de leukste maskertjes. Allemaal Disney maskers. Ik heb nog zoveel maskers liggen. Oh, zo leuk. En echt een mega beautyblender voor je lichaam. Vet leuk. Hey jongens. Ik zit even te wachten tot ik ben dus bij de kapper. Ik ben er dus nog nooit geweest. Ik zit al meer buiten. Ik ben extra geweest. Ik ben heel chagrijnig. 1. Beetje honger. Een beetje moe. En sober. 2. Dat was eigenlijk niet de reden, maar dat maakt het erger. 2. Bij de Action zijn continu onze enveloppen op. Dus moeten we weer naar een andere Action, omdat we anders geen pakketjes kunnen maken. 3. Ik liep net in de Primark en ik vind het gewoon eigenlijk echt niet leuk. Sorry voor de herrie, want ik moet even de auto laten luchten. Dat ik gewoon leuke dingen zie hangen die goedkoper zijn dan mijn inkoopprijzen van mijn groothandel. Gewoon goedkoper. Ik zie heel vaak leuke dingen bij de groothandel. Maar dan denk ik, ja, als ik hier nu winst voor maak, moet ik het voor 60 euro verkopen. Dat vind ik gewoon duur. Terwijl ik het ook bij de Primark voor veel minder kan halen. Dan heb ik het over jasjes en zo hoor. Maar ook andere dingen. Dat zag ik ook voor minder liggen. 5? Waren wij 5? Ik word gek van kleding op mijn webshop. Want om die ene reden sowieso. En reden 2. Ik heb maat 44 eigenlijk. Ik pas de kleding van maat 42. Strak, maar passen. En ik heb nu al 4 retouren terug gehad. Omdat het klein was, te klein was voor mensen. En dan vraag ik wel van, valt het kleiner? Want dan weet je, dan kan ik dat erbij zetten. Maar het valt dus wel hetzelfde. Alleen een paspoort en borstje er niet in. Of iets anders past niet. Of een figuur. Ik heb gewoon continu retouren. En dat is... Het is heel veel werk. Je hebt dus geen winst gemaakt. De maat is uitverkocht geweest. Waardoor mensen... ik kan niet eens zeggen dat je een melding krijgt als je een nieuwe maat hebt. Ik ben ermee bezig. Ik heb een soort van linkje, maar dat is allemaal heel lastig, heel vaag. Dus er was er maar 1XL en is hij nu weer op voorraad. Maar degene die misschien wilde, weet dat dan weer niet. En dat is gewoon heel irritant. Het is gewoon heel erg veel gedoe. En Ruben zegt steeds, doe nou geen kleding. Hij zei, ik begrijp best dat je het even wil proberen. Om kleding te doen. Maar... ja... Maar ja, bij de Primark kun je ook heel veel sieraden goedkoper krijgen dan bij mijn groothandel, weet je wel. Dus het is gewoon jammer. Dan denk ik van ja, dat is wel het leven, maar daar zit ik een beetje mee nu. Lekker slim. Dat iedereen naar de Primark in plaats van mijn webshop. Maar ja, gewoon niet omdat ik een webshop heb, nu niet meer eerlijk zijn of niet meer dingen delen. Dus ik kon ook gewoon een Primark shop met superleuke kleren. Ik wil niet meer denken, ik ga nu niet meer Primark dingen promoten, want dan ga je niet meer naar mijn webshop. Dat vind ik ook niet helemaal... slechts energiedrank zoeken. Ik kan niet helemaal goed om te doen. Dus. Ja. Dat is gewoon jammer. Plus, je blijft met maten zitten, hè? Dat is ook het dingetje met kleding. Allemaal maten die blijven liggen. Je moet pakketten kopen. Dus ik zit even. Ja. En dan truien, weet je, dat is minder erg als het een beetje groter of kleiner zit, maar. Geweldige dingen gekocht bij de Primark, jongens. Fluffy vest. Chenille trui. Een kleur die ik nooit zou kopen, maar echt wel mooi stond. Matching spijkerjasje. Een body. En nog een legerrokje. Maar ik ga een shoplog opnemen. Want dan heb ik weer eens een keer weekendvideo. Yay! Nu, snel aankleden, want we gaan zo bij de Griek eten met George. Even douchen. Kijk, van Ruben moest ik deze schoen erbij doen. Oh, bij dit licht staat het niet leuk. Dit is echt mijn lievelingsjurkje van webshop. We hebben haast. Kom. Het jurkje is zo leuk. Het is Ruben's lievelingsjurkje. Hij complimenteert me de hele tijd. Dus als je, ja, als ik ook te vaak bij de kleren draagt en je wil dat je vriendje jurk leuk vindt, koop deze jurk. Op weg naar het sport. Bij de stikje niet vinden. Ruben vraagt dus elke dag of ik dit jurkje aan doe. Soms is uit de verte op beeld zie je niet hoe leuk die is, heb ik het idee. Kijk, dit is echt een enorm leuke print, maar ik zie je gewoon niet zo goed. We zijn er. Hola. Nou, je hebt er niet mijn huis opgenomen, hè? Je huis? Dus al die rommel. Nee hoor, alleen mezelf. Dat mag niet. Oké. Okay. Spelen! Ik vind het heel lekker op mijn buik.
Ja. Vind je een mooie jurk zo mooi? Bijt hij je? Nee. Gaat hij likken? Heb je zo'n tong? Ja, maar dat is niet net een konijn dit. Wat doet deze? Oh, je bent een snuitje. Oh, ik mocht ik alleen een kavia, maar dat wilde ik niet. Deze is zo warrig. Heb je zijn kapsel gezien? Het lijkt een beetje van oude vent die al 100 jaar niet naar de kapper is geweest. Oh, hij ligt dan precies op het dikste stuk van mijn buik. Heb je dit lekker? Oh, heb je dit zo lekker? Een beetje hier achteruit. Ik vind ze lekker. Oh, je bent zo schattig. Dit is de leukste kavia app. Waar is deze vandaan? Het is gewoon een levende knuffel. Is dit een goed geluid? Gaat hij niet plassen op mijn jurk? Nee, echt niet. Is het lekker? Hoe weet je dat? Het is poppen of zo heet het. Lekker buikje heb ik, hè? Ja. Yeah. Dit is het leukste ever. Oh my god. Lekker buikje. Hi. Hij is zo schattig. Nu komt de andere, ja? Nee, deze is mijn lievelings. Ik ga je andere ook pakken. Oké. Okay. Hi. Ik noem jou. Weet niet. Oh, nog één? Deze vind ik eng. Deze is drukker. Deze gaat weglopen. Uh-oh. Het is een kont. Wie ben jij? Ik ben Charlotte. Dit is Boeddha en dit is Lotus of zo. Oh, Lotus is mijn favoriet, denk ik. Lotus houdt van mijn leopardjurkje. Hij is zacht, hè? Ja. Yeah. Is dit goede reclame voor de webshop? Die anders je hoofd is verdwenen. Weet je wel wat de voorkant is? Schattig. Ze vinden elkaar vet lief. Deze lijkt op een bever. Ja, niet zegt. Dat is echt wel. Die lijkt echt op een bever, ja. Je hebt een beefje. Beefje. Biefje. Biefje. Dit? Zoom eens in op dit. Met de zoom, dan kan die jongen scherp stellen. Dit is echt 10 meter lang. Is het normaal? Hé, je hebt haar uitval nu al. Krijg het terug op je hoofd, oké? Okay? Jij bent beef. Oh nee, jij. Zijn hoofd is gewoon verdwenen. Maar ik hoor ze knorren. Ja, ze vinden het heerlijk bij mij. Ik heb een lekker buikje. Hij kijkt nu zo. Ik ga ze weer terug doen. Nee. Ja. Waarom? Leuk. Maar ze vinden het heerlijk bij mij. Rups, dit is echt genot. Nee, deze missen broer. Ja, ze missen elkaar heel snel, dat is echt zo. Biefje, niet wegrennen. Wat als hij wegrent? Gewoon pakken, ze doen niks hoor. Oh. Hi. Hi, Bief. Bief. Jij bent Bief. Lekker bij mij. Leuk hè, Kaafje? Ja. Zeg toch? Kaafje is een mens. Hij wil bij mij blijven. Dus het Kaafje zit als mensen echt vitamine C nodig hebben, ze het zelf aanmaken. Wil je een foto met de kavia? Je bent zo schattig. Dat is toch het leukste puntje op aarde? Zo leuk. Zo leuk, Jurkie. Hallo. Hoi. Dat is toch weer het zwemmen daar. Ja. Kijk hoe we zitten. Dat is lekker. Oh, ik hou er wel van. Heel apart. Maakt het fruit? Erbij, hè? Oh, dan ga ik even kijken waar je bent. Oh, dankjewel. Wat zei je? Wat moet je drinken? Een salade met feta. Ik denk zo meteen water, denk ik. Ja. Wat heb jij, Ruud? Kokschotel. Kokschotel. Ik heb allemaal verschillende metses. Dit is iets met mais, bonen, aubergine, calamaris, rijst, tomaten en tzatziki. Ik heb dit gisteren bij Action gekocht. Ik ga het even testen. Nou, niet nu. Dus ik ga het nu in de vriezer doen. Voor 2 uurtjes maar. Ik weet niet hoe lang het koel blijft, maar ze houden zoveel vers kraanwater. Dat... Je hebt natuurlijk ook van die bakken met dat het water blijft stromen en zo. Misschien is dat ook wel leuk voor de toekomst. Maar nu ga ik het even dit proberen. Het ziet er best cool uit. Mijn balletjes zitten hierin. Dit doe je in de vriezer. Nice. Wat ik nog meer had gekocht bij Action heel saai. Deze stickers. Vond ik leuk om soms op een orde te doen. Voor mijn klas, pleisters. Ik vind met leuke pleisters is wel dat kinderen sneller gaan zeggen, oh, ik heb pijn, omdat ze een pleister willen. Maar goed, 3 soorten. Minder dan 1 euro. Deze agenda. Ik heb eigenlijk al deze. Maar was heel goedkoop. 2 agendas is het onhandigste wat er is, maar ik vond hem te schattig.
Deze pennen, want dit hebben we altijd daar een bakje met pennen voor de orders. En dit zijn de beste pennen op aarde. Dit is echt te lekker. En vloeibare kokosolie. Dus ook als het dus... Hij is altijd vloeibaar, zeg maar. Niet alleen als het warm is. En deze. Dan was het alweer heel saai. Kijk jongens. Kijk dan. Kijk dan. Is het lekker koud? Vind je dat lekker? Wapsie. Oh jammer, het is gewoon water. Dat is jammer. Lekker of niet lekker? Het is lekker koud. Waarom denk je niet? Lekker. Het ruikt gek, hè? Lekker water, Noah. Lekker. Water. Ja, net als je het wil opgeven. Hij is gek op warm of koud vers water. Doe nou. Misschien is het gek omdat het blauw is en ze snappen het niet. Ja. En nu wil jij ook zeker. Tuurlijk. Echt, Bobby is zo'n typisch klein broertje die alles doet wat zijn grote broer doet. Nee, goed zo. Lekker, Noah. Oh, lekker vers water. Oh. Gaat hij aan de zijkant likken. Bobby, ook als ik je film. Niet alleen als ik je niet film, schattig doen. Dat vind ik niet leuk. Ik heb je nodig voor de views. Ga maar terug. Bobby? Liggen. Nee? Oké. Okay. Zo vervelend. Ik weet toch wel dat je teruggaat. Dat je het wil weten wat het is. Hallo jongens. Goedemiddag. Ruben en ik gaan naar het World Fashion Center. Superleuk. Ruben heeft echt tegen mij gezegd, stop alsjeblieft met kleding inkopen, want het is te risicovol. We hebben één blouseje die heel goed loopt, de leopard blouse. Waarom weet ik niet. Misschien omdat hij mij het leukste staat. Misschien omdat hij wat losser valt. Dus minder risico dat hij niet past. I don't know. Maar ik heb nu mijn pasje voor het World Fashion Center eindelijk gekregen. Er was iets fout gegaan met versturen. En ik wilde zo gegaan. Ik zeg, ik ga gewoon mee. Want dan ga ik ook minder snel te los of zo. En ik ben heel benieuwd. Er zit daar een hele leuke winkel waar ik wel heel lang graag wil kijken. Die je echt daar meteen kunt inkopen. Dus ik ben zo benieuwd. En ik ga me ook inhalen met kleding. Maar misschien is het daar wel wat goedkoper. En kan ik de stofjes voelen en zien hoe het valt. En... Volgens mij mag je daar niet echt filmen, maar ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er echt zoveel zin in. We zijn in het parkeergarage. En er was dus een vakje kort parkeren. Nou, dat willen we niet. En een vakje kaarthouders. Maar ik weet niet of kaarthouder of daarmee bedoelen dat je een pasje voor het World Center hebt. Lijkt me niet. Kaarthouder lijkt me dat je dus hier een kaart voor hebt. Volgens mij kan ik binnen echt niks filmen trouwens. Dus ik film niet meer zoveel mogelijk. Ik ben zo benieuwd jongens. Ik ben echt heel zenuwachtig. Ik vind het heel leuk. Kijk, zien jullie daar kleding? Ik ben ook blij dat Ruben met me mee is. Ik vind het gewoon echt heel spannend. Het is een soort van winkelen. Misschien ook niet. Het kan heel erg tegenvallen. Het kan heel leuk zijn. Ik blijf te veel naar mezelf kijken. Omdat ik gewoon heel weinig make-up op heb. En dan denk ik dat het er anders uit. Neem een kaart mee en betaal bij dat tomaat. Automaat. In het World Fashion Center voor de auto. Keerlaag 1. Er zijn ook, ik had ook gelezen op internet dat er 4 lagen zijn of zo. En... de eerste laag is heel leuk. Het lijkt een beetje op een winkelcentrum. En dan als je hoger komt is het heel erg onvriendelijk. Maar dan moet je juist zijn en zo. Het is echt heel spannend. Heel benieuwd. Spannend. Oké, jongens. Het is heel leuk. Want ik kwam dus zeg maar gewoon binnen in mijn online winkel. Maar dan kon ik het echt aanraken en echt bekijken. En dus ook kopen. Ik dacht dat het een showroom was. Maar je kunt het zo meteen kopen. Dus we hebben meteen weer een flinke tas. Die heeft Ruben in zijn hand. Nog even. Ja. En toen zag ik dus de kledinggroothandel waar ik al 3 maanden heen wil. En die hadden ook gemaild van, je bent van harte welkom in de showroom en zo. En toen bleek het dus, zij konden in het KVK-systeem niet alles zien. Dus ze zagen in het eerste. Mijn YouTube zat ook op mijn KVK ingeschreven. Dus ik mocht er dus niet kopen. En voordat het volgens mij helemaal veranderd is, dan moet ik zorgen dat het bovenaan staat of zo. Het duurt heel lang, dus ik was echt vet verdrietig, want ik was helemaal blij. Ik zag namelijk echt perfecte dingen. Geweldige dingen. Je kon, hoefde niet hele pakketten te kopen, maar je kon dus ook meerdere grote maten inkopen. En dat mocht niet. Echt jammer. Maar ik ga heel snel terugkomen als het wel kan. Want dat is echt de winkel waar ik moet zijn. Dus wel heel leuk. We zijn bij de IKEA. En dit is echt best wel gezond. Bulgur, vegetarische balletjes, groenten. En Ruben heeft dit. We hebben even action enveloppen gehad. We gaan even een donut proeven, Ruben. De donut is gewoon zoals een normale donut.
Het glazuur is zeg maar niet van het lekkere plakkerig, maar een beetje het harde, maar het is wel lekker. Hey jongens, het is 1:00 PM. Ruben is op Sluisbrug feest. We zouden misschien met onze vrienden gaan, maar die ook op vakantie waren. Maar het ging uiteindelijk niet door. En toen was ik toch een beetje heel erg moe. En ik ging dus na de World Fashion Center gingen we dus IKEA en toen Action even enveloppen halen nog in dienen. Toen kwam ik thuis en toen wilde ik meteen alle voorraden gaan aanvullen en kijken. Kijk, 3 leopard kettingen, dus weer bijtellen, aanvullen, nieuwe items online zetten. Als ik 3 bezig, toen was ik helemaal kapot. En toen was ik heel erg bang dat ik spijt krijg als ik niet meeging, maar het is ook echt onweer, regen, prima. Nu heb ik alle grote spullen uitgeruimd. En ik heb mijn weekvlog al geëdit. De hele eerste edit is klaar. Super fijn, het is pas vrijdag. Dus daar ben ik erg blij mee. En nu ga ik lekker slapen. Ruben is er nog niet, ik ben heel moe. Oh, en deze tas, daarvan had ik maar 4 besteld. En er was er nog maar eentje, dus ik wilde hem niet zelf gaan gebruiken, zodat anderen hem konden kopen. Maar vanochtend moest ik hem pakken. En ik heb er echt geen spijt van. Deze tas is fantastisch. Je kunt hem zwart dragen, je kunt hem leopard dragen. Hij voelt zo soepel. Je kunt alles makkelijk kwijt en makkelijk vinden. Echt. Ik hoop dat hij weer snel voorraad komt, want hij is geweldig. Hij is echt amazing. Alleen maar complimenten ook over gehad vandaag. En ook over deze. En dat is toch wel het leukste dan die heb ik zelf gemaakt. Jongens, ik film dit soort dingen nooit, maar ik probeer steeds vaker dit soort dingen te doen. We mogen water drinken. Goedemorgen allemaal. Ik ben heel erg moe. Ik ga zo naar het World Fashion Center, want als het goed is kan ik nu wel kleding kopen. En een paar mensen hadden aangegeven dat ze iets heel graag wilden op de webshop. Wat er niet was, dus ik ga kijken of dat er is. En nu ga ik eerst even zelf sieraden doen, want ik had dit vorige keer trouwens ook aan naar het World Fashion Center. Maar ja, jeetje, wat ben ik moe hè. Dit is mijn laag met spullen die ik zelf draag. Ik ga even uitkiezen wat ik aan ga doen. Waarom ik zo moe ben? Jeetje. Waarom ik zo moe ben is omdat ik aan het proberen ben mijn ritme te verbeteren. Op een gegeven moment ging ik pas om 4:30 naar bed. Echt niet oké. En ik kan gewoon niet dan vroeger naar bed. Dat lukt me gewoon niet. Dus ging ik maar gewoon een beetje vroeg opstaan zodat ik moe ben. Ik hoop dat het werkt. Echt super stom. Ik vind het altijd heel erg verschrikkelijk als ik een slecht ritme heb. Ik vind dat, dan denk ik van ja, s'avonds is er niks, weet je. Ik ben echt een nachtmens. Ik ben s'avonds echt lekker druk en zo, maar het leven is overdag, dus plus ik moet bijna weer aan het werk. Ik heb heel leuke sieraden om. Volgens mij is deze 5 Little Stars. Ik heb zoveel namen dat ik het niet meer weet. Deze oorbellen vind ik echt geweldig. En ik mag van mezelf niet alle sieraden zelf ook dragen. Want dat scheelt natuurlijk heel veel geld. Dat had ik ook kunnen verkopen, maar ik vind ze te leuk. Dus deze heb ik. Deze heb ik al heel lang in de webshop. Dit is echt een van mijn favoriete kettingjes. Heel erg subtiel. Dit is de Cute Girl Necklace. En mijn stars ringetje en natuurlijk mijn Wild Girl bracelet. Waarvan ik nog 9 bedels heb kunnen bestellen, want ze waren er niet meer. Ik weet niet of jullie dat weten, had ik op Instagram verteld. Voor veel meer geld, niet bij een groot allemaal, maar bij een particulier. Maar ik vind deze armband zo leuk, dus ik wil zo lang mogelijk kunnen blijven bestellen. Ik heb de prijs wel 1 euro omhoog gedaan, deze is echt fantastisch. Hij heeft de roze steen, dat zie je niet zo goed nu. Ik heb een wit lijntje onder mijn ogen gedaan, dat ik iets minder moeder uitzie. Dit gaat nooit weg. En ik wil vanavond weer dat dansen gaan doen, want dat voelt echt goed. En ik denk als ik dat een tijdje doe, dat ik echt verschil ga maken aan mijn lichaam. Dus, yes. En ik hoop dat ik gewoon een beetje wakker word, want ik weet niet wat er aan de hand is. Nou ja, ik weet het dus wel, maar niet normaal dit. Als iemand trouwens weet waar ik dit soort jurkbloesjes kan kopen, please vertel het me. Trouwe kijkers weten het wel, ik heb toch dat gele jurkje van dat Mamalicious merk, het zwangerschapsmerk. En het is zeg maar gewoon echt zo'n dikke stof. Ik krijg ook best wel vaak vragen naar deze. Heb ik dus in Lyon gekocht bij de Primark. Ik draag het dan lekker een beetje losjes. En dit vind ik echt zo chill. En ik vind het ook heel erg chill met werk. En ook als het nog niet heel erg koud is, draag ik het gewoon met blote benen. Dat vind ik echt prima. Kijk, ik vind dit zo handig. Je trekt het aan en je bent klaar. Dus ik zou heel graag meer van dit soort dingetjes willen. Deze ook iets beter dan die gele, want die gele is net iets korter. Dit is gewoon heel degelijk. Hier kan je gewoon in werken. Dus please vertel het me als je dit weet waar ik dit kan halen, want dit is echt mijn favoriete kleding item eigenlijk. Je kunt er zelf nog een riempje omheen doen, maar ik vind dat het niet hoeft. Dus, oké, ik ga een rompje nemen en dan ga ik. Oké, jongens, there we go. Ik vind het zo spannend. Vorige keer ben ik dus zeg maar een soort van weggestuurd als in, er staat scheppende kunst en wij kunnen de rest van de regels niet zien, dus het is niet oké. En je moet dames boven kleding in het systeem hebben staan, bla bla bla. Dus heb ik hem zondag gebeld. Ik heb detailhandel in kleden en modeartikelen zoiets staan. Is dat oké? Hij zei oké. Maar straks kom ik daar, zegt hij dat het toch niet oké is. En zo. Ik vind het echt spannend. Plus de fragrance necklace die ik verkoop in mijn webshop, die is best wel duur.
En ik heb al nu een aantal keer gehad dat ik me ontving dat er iets mis was met de magneetjes waardoor die niet goed sluit. En het liefst maak je niet alle verpakkingen open van de dingen die ik uit de groothandel doorverkoop, want het ziet er minder mooi uit. Maar deze moet ik dus wel openmaken. En ik kocht er 2 in de winkel vrijdag. En toen mocht ik het van haar niet openmaken. En ik zei, maar ik weet dat er een productiefoutje in zit en zo. Zij zei, dan moet je het terugbrengen. Dus eentje was inderdaad niet goed, dus die ga ik nu terugbrengen. En ik heb een aantal meiden die op Instagram zeiden dat ze die ketting ook wilden. Dus ik wil er nu meer kopen. Maar als ik dan weer niet daar in de winkel mag checken, moet ik het dus weer gaan terugbrengen. Dus ga ik het kopen en dan daar meteen... Wow, praat snel. Daar meteen checken en dan weer meteen terugbrengen. Maar straks breng ik het terug en dan wil ik het ruilen. En dan zijn ze er. Het is echt heel veel gedoe. Maar ik ben vet zenuwachtig of zo. Ik vind het echt super spannend. En ik moet ook goed nadenken, want je mag natuurlijk niet een klein bedrag uitgeven daar. Je moet in één keer veel uitgeven bij de kleding en zo. En oh, ik ben zo benieuwd en ik kan het niet passen. En ik wil het zelf ook wel passen. En ik vind het zo leuk. Ik ben zo excited. Dus let's go. World Fashion Center. Hoi. Oké, jongens. Hallo. Ik heb een hele leuke trui en een hele leuke, geweldige panter maxi jurk. Maar wat ik niet wist, is dat de verkoop hier echt heel duur is. En dat je ook het niet voor minder mag verkopen. Dus dit zijn jurken van 70 euro. Dus dat is best wel heel erg veel geld. Of meer zelfs. Ik heb leg nu even in de auto, ik ga nu weer terug. Dus dat is best wel veel geld. Maar echt een mooie jurk. Dus ja. Oké, jongens. Wat een ervaring. Mijn haar is er gewoon vet van geworden. Wow. Zo. Een hele leuke winkel ontdekt. Maar dan moest je minstens 10 stuks afnemen. En er was weinig keus qua maat. Ik probeer namelijk echt een beetje op grotere maten te letten. Wat ik nu doe. Ik wilde ook echt voor kleinere maten kleren doen. Maar tot nu toe hebben die mensen niet besteld. En grote maten wel. Dus voor de grote maten ga ik nu even investeren, zeg maar. En daar is het ook lastiger voor om leuke kleren te vinden. Dus ik heb... iets als dit. Superleuk. Iets korter. In het zwart en een beetje grijsgroenig. En een XXL en een XL ingekocht. En die kan ik gelukkig voor 30 euro verkopen. Dus dat is lekker betaalbaar. Of 35 moet het zijn. Ik weet het even niet. Ik heb een blouseje kunnen kopen waar ik er maar 2 van hoef te kopen. Dus ik kan het gewoon een beetje uitproberen met een tijgertje erop. En verder had ik al dus een trui. En die pantenjurk is al echt heel duur. Maar ja, daar betaal je dan dus gewoon voor. En ik ben gewoon heel erg. Ik hoop dat mensen dat willen. En anders heb ik een miskoop gedaan. Maar ik ben gewoon bang dat mensen denken dat ik dan echt dik daarop verdien. En dat zelf heel duur maakt. Maar dat is dus niet zo. Want de inkoop is al enorm duur. Nu denk ik, had ik het misschien niet moeten doen. Ik weet niet. Weet je, het is de eerste keer. Daarna ontdekte ik allemaal andere winkeltjes. Maar dit is echt een merk. Dus iedereen heeft het voor die prijs. Dus ik ben niet duurder. Je mag ook niet echt goedkoper zijn. Je mag iets van 2 euro goedkoper. Dus dat ga ik dan doen. Maak ik wel minder winst. Maar ik wil het gewoon leuk maken ook voor jullie. En ik wil natuurlijk wel... Super veel werk zit erin. Dus ik wil natuurlijk wel wat verdienen. Maar ik deel heel veel van mijn webshop. Misschien te veel. Ik weet het niet. En soms krijg ik ook allemaal vragen. Het moet natuurlijk wel een beetje geheim blijven. Anders kan iedereen een webshop beginnen. En ik vind dat ik zelf al vrij veel deel. Maar ik vind dat het gewoon leuk. Anders is mijn YouTube-kanaal ook niet leuk als ik niet mijn leven deel. Dus nu is het, ik ben hier zo lang geweest, al bijna 5 uur. Ik moet echt even wat eten. Ik wilde eigenlijk nog maar action. Om bakken te halen om de kleren dan in te doen weer. Maar die bakken waren op in die me. Voor jullie vast een preview, jongens. Het zijn de jurkbloesjes. Deze stof is echt prachtig. Van de jurk, echt prachtig. En een super leuke trui met allemaal kleurtjes. En dit is 1 maat, maar ik pas hem, dus dan is het top. En als laatste, deze schattige blouse. Oké, en echt 2-3 minuten rijden later ben je bij het Delflandplein. En hier kost het dus 10 cent per uur om te parkeren. En ik heb net 12 euro per parkeerkosten afgerekend. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel sjouwen met je spullen, maar ik vind 12 euro wel duur hoor. Hier is lekker een markt, de Action, en een Lidl, en een Appie. Oké, voedsel. Mijn moeder die had zich dus geërgerd aan het feit dat ik dus zei, hallo mam. Oh, het is 6 uur, ik heb niet ontbeten. Kijk, ik ontbijt altijd zo laat mogelijk pas als ik echt honger krijg. Want de regel, je moet ontbijten, werkt voor mij zeg maar niet. Alleen wat ik dan beter kan doen is iets meenemen. Want nu heb ik dus, kreeg ik dus honger rond 3 uur. En heb ik nu dus 2,5 uur niks gegeten en ben ik helemaal aan het trillen. Dus dat is niet goed. Maar ik zie dat ik een voorbeeld ga geven van je moet niet eten, maar...
ik doe het wel zeg maar bewust eventjes mijn ontbijt overslaan. Want dat is beter voor mij. Ik ga nu wijnbladeren eten. Met een yoghurt citroendip van de Lidl. En ik ben vet benieuwd. Het is heel lekker. Jongens, deze trui is leuk. Ik hoor het in je vlog, dus je trui. Oh, dit is helemaal een Charlotte trui. En hij is one size. Want kijk, hier is dus een elastieke band. Dus als je kleiner bent. Dus... Ik wist niet dat hij zo geweldig was. Hij staat me leuk. Deze moet goed lopen. Nu wil ik er meer. Hij was net echt... Nee, niet meer. Ga hij was letterlijk net een minuut binnen of zo. Ik ben zo blij. Yay. Kijk nou jongens. Je mag daar dus niet passen. Dus het was voor mij ook een gok. En je kunt hem dus op zoveel manieren leuk doen. Want je kunt hem dus zeg maar, dat hij een elastieke band heeft, kun je hem helemaal in je broek doen. Hij zit heel lekker. Hij jeukt totaal niet. Hij schijnt totaal niet door. Je kunt hem echt helemaal erin doen. Omdat hij ook niet zo erg dik is, kan dat makkelijk. Deze moet ik sowieso zelf hebben. Ik ben helemaal verliefd. Ik vind het echt zo geweldig. Weet je, zo. Je kunt hem helemaal lang. Dit is echt. Ik heb niks met one size, maar dit is echt fantastisch. Zo blij. Kijk nou. Ik heb echt de beste kleur uitgekozen. Ik ben echt heel blij. En deze. Kijk jongens. Kijk hè. Van achter is het. Dit is naar waar ik naar op zoek was jongens. En ik had niet verwacht dat ik het zou vinden. Dit is helemaal mij. Dit is heel leuk in de herfst met laarsjes en een panty. In het zwart en dus grijs-groen. Nee, het is gelukkig betaalbaar. Ik denk dat die voor 35 in de shop moet. Ja, 35. Oké, het is inmiddels alweer maandag, dus ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je duimpje omhoog doet als je mijn weekvlog leuk vindt. En ik hoop dat ik je volgende week weer zie. Doei!